Een hele goede middag op deze woensdag, het is 4 januari. Ik ben klaargemaakt, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Dat is Nathalie. Ik had even met Nathalie gebeld, die was bezig met haar Twitch-account van Frank, want ze hadden het een en het ander veranderd. En nu doet dat account het niet meer, nu probeert zij dat op te lossen, maar ik snap er ook nog niet heel veel van. Dus ja, ze krijgt steeds meldingen dat hij het niet doet, zeg maar. En ja, dan kan Frank niet streamen. Dus dat is een beetje vreemdig. Ze is nu alweer eventjes mee bezig. Maar ja, hij kon er ook niks mee. Dus ze is ermee aan de gang gegaan. Ze heeft het opnieuw geïnstalleerd, maar het werkt allemaal niet zo goed. Ik heb bericht gekregen van het ziekenhuis. Ik moet weer het onderzoek ondergaan naar aanleiding van de HPV natuurlijk, die vorig jaar gevonden is. Vorig jaar, 2021 was dat nog. Dus daar moet ik 27 februari weer heen. Dus op een maandag. Dus ik had even mijn vader gevraagd of die dan mee kon. En dat kon gelukkig, want mijn coach kan op maandag niet. En Nathalie is op maandag bij mijn moeder, dus dat wordt hem niet. Maar goed, dat is nu ook weer geregeld. En ik zat er al eigenlijk een beetje, ik had hem al verwacht dat hij weer zou komen. Dus goed. Gisteravond heb ik meer het First Sight gekeken. Ik ben wel blij dat het minder langdradig lijkt het begin. In het begin zag je ook het deel, zeg maar, van de testdagen. Dat is nu niet. Ze hadden nu gewoon een groep mensen ergens naartoe geloodst en gezegd dat ze nog een paar laatste testen moesten doen. Maar die waren dus al uitverkoren om te gaan trouwen. Dus dat kregen ze te horen en de eerste ging ook al gelijk trouwen. Ja, je kunt er nog niet zoveel over zeggen hoe de matches zijn samengesteld. Je weet het nog niet. Twitter scheen helemaal los te gaan hoe ze iemand uit Amsterdam met een Brabander konden matchen. Want dat zou nooit werken. Maar goed, we gaan het wel zien. Ze blijken gezamenlijke vrienden te hebben. Misschien elkaar zelfs ontmoet te hebben op Ibiza. Dus we gaan het wel zien. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb de foto's bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken. Die was niet goed genoeg, naar mijn mening. En toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Daar heb ik overigens vanavond de laatste aflevering van. Dat zijn maar 5 afleveringen. Dus die. En dan kan ik morgen weer met wat anders beginnen. En ik heb Dr. Tinus gekeken. Ik heb een hele handige app gedownload. Wat ik wel jammer vind op Netflix, dat hij niet onthoudt waar je naar gekeken hebt. En dat vind ik wel een misser. Ik heb nu de app TV Time gedownload. Dat is dus een app en daar kun je dus de series aanvinken die je al hebt gezien. Dus aangezien dat op Netflix dus geen optie is. Ja, ik geloof dat het vroeger wel zo was, maar dat dat nu niet meer kan. Kun je dus in die app de programma's aanvinken die je al hebt gekeken. Dat vind ik zelf wel heel handig, want dan weet ik gewoon van oké, ik heb iets gezien, ja of nee. En je kunt ook aangeven tot hoever je gekeken hebt. En je krijgt zelfs een melding als er een nieuw seizoen komt, schijnbaar. Maar ik baal er een beetje, want ik zag dus dat Onder Vuur op België al uitgezonden is. En dat is dus vanaf 30 oktober al geweest. Omdat ik dat had geweten, dan had ik hem toch denk ik al op België gekeken. Want ik vond het zo goed dat ik eigenlijk niet kon wachten tot het weer op Netflix zou komen. En ik weet niet wanneer het daar weer op komt. Maar goed. Nou, ik ga nu in ieder geval eventjes poetsen. Even schone lopertjes en zo pakken. Ik kan natuurlijk nog niet alles weer grondig doen, omdat die kerstboom er nog staat. Maar die gaat van het weekend weer eruit. Ik heb al een was klaar. Ik had namelijk de handdoek al gewassen, maar er moet even een kleed in. Dat was opgespuugd, dus die ga ik eventjes wassen nog. En ja, ik heb nog even wat dingetjes voor jullie gefilmd. Daar kunnen jullie dan naar gaan kijken. En dan ga ik eventjes lekker aan de gang. Dus tijd om te poetsen.
alles is weer klaar. De boel is weer lekker fris. Ja, ik heb natuurlijk nog niet alles heel goed kunnen doen omdat de boom er nog staat. Maar ja, vanaf volgende week is dat ook weer anders. Dan kun je weer meer beter stofzuigen en zo. Dus ik heb het kleed eventjes gewassen. Die hangt hier al uit. De droger is al bijna klaar. Dus de handdoeken zijn ook weer bijna droog. Dus dat is ook wel fijn. Ik heb nog even verhaaltjes geschreven voor mijn bullet journal, voor mijn mus. Dus dat ging ook wel lekker. Nou, mijn agenda eventjes ingevuld was ook wel even fijn. Want ja, het is een nieuw jaar, dan wil ik je agenda gaan gebruiken. Dus ik heb al even afspraken die er staan, heb ik al even erin gezet. Dus dat was fijn. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je weer Married at First Sight. Dus dat ga ik wel kijken. Er is nog gevraagd of ik kwam gamen, maar het was nu een beetje onzeker of dat doorging. Dus dat hoor ik wel. Ik ga ervan uit dat het nu niet doorgaat, omdat Frank ook weer een beetje op tijd op moest zijn na 3. Dus ja, ik ga het wel even zien. Ik ga een thumbnail maken. Ik zal de vlog op tijd gaan uploaden, zodat hij nu echt helemaal goed erop staat. Want dat ging vorige week natuurlijk niet goed. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. Dan ga ik de laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. En daarna weer Dr. Tinus, dus dat wordt het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dan eventjes lekker relaxen. Ik heb het koud, dus ja, tijd om eventjes lekker in relaxstand te gaan. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 5 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zometeen weer boodschappen doen. Ik ga zo even de stofzuiger erdoorheen halen. De boodschappentassen pakken, schoenen, kattenbakken scheppen en dan komt mijn coach weer. Gisteravond heb ik toch nog gegamed met de groep. Ik had alvast een heel deel van Married at First Sight gekeken via Videoland. Heel raar, op Videoland duurt het letterlijk een uurtje. En op tv anderhalf uur. Dus in feite heb je gewoon een half uur reclame als je het zo bekijkt. Maar ik dacht, ja, ik wil het toch wel graag zien. En ik vond het ook wel leuk om even te gamen. Dus dat kon ik nu mooi zo eventjes doen. Dus had ik tijdens het eten al even gekeken. Eerste koppel is nu getrouwd. En de tweede gaat denk ik vanavond trouwen. Dus ja, allemaal wel prima. Ja, gamen ging eerst niet zo heel erg lekker. Want ik kon geen verbinding krijgen met de koptelefoon. Hun konden mij niet horen. Ik hun wel. Maar dat was allemaal heel gek. Nou, uiteindelijk besloten we een potje te doen zonder dat ik dan kon praten. En ineens tijdens het potje deed hij het weer. Was er weer geluid, dus kon ik ook weer praten. Dat was wel fijn, want het communiceert toch iets beter als je met elkaar kunt praten in een spel. Dus dat was wel fijn dat het opgelost was. En toen daarna heb ik even het laatste deeltje van Married at First Sight gekeken. Het was echt nog 20 minuutjes en we gingen om 9:15 stoppen of zo met gamen. Want ja... Toen was het mooi geweest, dus dat kon ik ook nog mooi even afkijken. Ik heb eventjes de blogpost geschreven. Ik heb de vlog ingepland. Die had ik al een beetje op tijd klaargezet. Want ik denk, ja, vorige week ging het mis. Dat het zo lang duurde en nu ging het wel goed. Thumbnail gemaakt. Toen ben ik de Netflix-serie gaan afkijken. Heel spannend einde. Ik had deze niet zien aankomen. Het werd letterlijk heel spannend. Ik was even aan het kijken waar Mickey was, die ligt op de stoel. Ja, ook wel een beetje een treurig einde, maar ja, het was wel een hele mooie serie. En daarna heb ik Dr. Tinus gekeken, dus dat was het ook. Ik ga nu eventjes mijn dingetjes doen en dan zie ik jullie sowieso wel als ik terug ben van het boodschappen doen. Dus ja, tijd om eventjes aan de gang te gaan. Terug van de boodschappen.
Ik ben bij de Welkoop geweest. Daar heb ik even weer kattenbakvulling gekocht. Want die haal ik altijd daar. En ik had even gecheckt op de site of die niet weer duurder was geworden. Maar dat viel wel mee. Die was nog steeds dezelfde prijs. Kijk even hoe mijn nagellak eruit ziet. Die gaat er straks lekker af. Maar goed, ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Allereerst toiletpapier. Ik heb de Baasje gekocht. Dit was namelijk 24 rollen voor 6 euro. Dus dat vond ik wel een goed koopje. Want ja, toiletpapier is momenteel al best wel duur. Dus ik dacht, nou dan neem ik een keer Baasje. Dan heb ik spekjes. Even nieuwe huishoudhandschoentjes. Ik had weer de nieuwe weer aangebroken. Bij de Welkoop heb ik nog deze hele leuke bol gekocht. Deze was nu 3 euro. Ik heb een grote en een kleine. Hij was dus fix afgeprijsd. Er zit een timertje op. Die kun je gewoon leuk ophangen in huis. Maar dan heb je wat extra licht. Ze vielen eigenlijk bij de Welkoop onder het kerstdecoratie. Maar ik vind ze voor de winter eigenlijk ook wel heel leuk. Want er zitten gewoon sneeuw en neptakjes in. Ze waren normaal 6,25 en nu dus 3 euro. Dus die. Ik heb dan ook nog een grote, maar die komt zo meteen. Bij de HEMA heb ik even een nieuw boek gekocht. Weer zo'n dummy boek. Het is gewoon weer zo'n leeg boek. Zoals je kunt zien, die gebruik ik altijd voor mijn blog en YouTube kanaal. En ik bestelde ze eigenlijk altijd online. Maar toen lag ik bij de HEMA. Deze was eigenlijk ook maar 4 euro. Dus dat viel me eigenlijk reuze mee. Dus dan heb ik in ieder geval weer een boek om fris mijn spullen weer bij te houden. Dan heb ik weer latte macchiato opschuimmelk. Latte opschuimmelk, waarom zeg ik latte macchiato? Dat kun je ermee maken. Bij de hele heb ik ook nog dit leuke notitieboekje gekocht met de kat. Die vond ik zo schattig. Dus wel een hele dikke. En er zitten dan ook zeg maar van die papblaadjes zitten erin. Ook wel, ja, super handig. Dus die. En we mochten nog wat gratis uitzoeken bij de HEMA van de snoep. Dus ik heb maar een chocoladeletter A aan pure gedaan. Je had echt best wel veel keuze. Pepernoten, je mocht ook kerstdingetjes. Ze hadden ook van die luxe chocoladeletters, maar dat was allemaal melk. En ik ben meer van puur. Slavinken. De kuppensoep was 1 plus 1 gratis, dus die heb ik eventjes gekocht. Dan heb ik weer van die pedaalemmer zakjes gekocht. Die zou ik eigenlijk bij de Lidl halen, ben ik vergeten. Chutjes en een groot pak appelsap. Dit is de grote. De grote was nu 4,50 euro. Dus die was eerst 9,50 euro. Dus heb ik een grote en een kleine. Ik weet nog niet precies hoe ik hem wil ophangen. Maar ik ga hem nu gewoon nog ophangen. Want ik vind het ook wel winter. Dus dat vind ik wel leuk. Dus die. Bonen. Even kijken hoor. 2 keer chocomel, want ik merk dat ik elke keer het net krap aan vind. Ik had vandaag echt maar een heel klein beetje. Vind ik niet zo lekker. Ik heb een broccolietje gekocht. Even kijken. Hier hebben we nog de pap. En aardappeltjes. En alleen nog een chocomelpak. Dus dat was alles. Ik heb niet zo heel veel boodschappen gedaan. Ik ga dit even opruimen. De katten zijn nog even aan het eten. Die zijn bijna klaar. Was nog heel grappig. Ik stuurde bij de Welkoop heb je altijd konijntjes. En die lagen heel lief tegen elkaar aan. Dus ik had een foto gemaakt. Die stuurde ik in de groepsapp. Nathan zegt, je neemt toch niet weer een konijn, hè? Ik zeg, nee, ik neem geen konijn. Maar ik vond hem gewoon schattig om even te sturen. Ik heb heel erg genoten van de konijn. En ik had het ergens, had ik het toch wel leuk gevonden. Maar ik doe het niet meer. Want steeds het afscheid nemen, dat doet je zoveel pijn. Dus daar ga ik niet meer aan beginnen. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik heb verder eigenlijk qua eten niet zo heel veel gekocht. Want ik heb nog best wel veel in de vriezer. Dus dat ga ik eerst even opmaken. Vanavond is er weer Married at First Sight. Dus dat ga ik weer kijken. Ik heb nog wel eventjes meester Frank Visser. Hoe is het nu met opgenomen? Morgenavond is de televisie niet zo interessant. Tenminste niet wat ik leuk vind. Dus dan ga ik morgen kan ik mooi wat dingen terugkijken. Ik ga nog even gamen. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Ik moet een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee welke. Dan ga ik Dr. Tienes kijken. En ik denk, misschien gaat mijn boek uit vanavond. Maar dan moet ik even kijken. Maar goed, dat is het voor nu. Ik ga jullie morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 6 januari. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zo meteen de slaapkamer lekker doen. Die is weer even toe aan een poetsbeurt. En vind ik wel lekker. Kan ik weer lekker mijn bed verschonen en zo. Want ik merk dat ik toch best wel wat meer zweet, zeg maar, met mijn dikke dekbed. Maar wat ik van de week al een keertje zei, ik wil hem eigenlijk nog niet eraf halen. Omdat ik niet weet wat er nog gaat komen aan kou. Want ja, we zitten pas januari. Het kan nog zoveel kouder worden. Ik had het idee dat het gevroren had. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Dat leek
Het leek zo op mijn kliko's. Hoeveel graden is het? Ja, 10. Het is ook echt niet koud. Maar ja, echt niet koud. Ja, ik heb het wel koud, maar het is niet extreem koud of zo. Gisteravond heb ik weer naar Married at First Sight gekeken. Was wel weer heel erg leuk. Er zijn nu 2 koppels getrouwd. Ik had het idee dat er waren ook weer 2 mannen die gingen trouwen. Die wel heel erg goed met elkaar matchten. Maar dat ja, is het eerste gevoel erbij. Tijgertje, hou daarmee op. Dat eerste koppel leek ook wel heel goed te matchen. Maar dan zie je alweer het voorstukje zeg maar voor dinsdag. En dan zie je dat ze een soort van ruzietje hebben. En dat kan natuurlijk ook gewoon dat ze de ergste beelden eruit gepikt hebben. Omdat mensen denken dat het al helemaal misgaat om de kijkers maar weer te lokken om te gaan kijken. Dus dat weet ik verder niet. Maar dat gaan we wel zien. Ik heb nog even Splatoon gedaan. Dat ging wel lekker. Ik heb weer even wat levels volbracht. Dus dat was wel fijn. Ik kreeg net een hele lieve foto van Lente. Lente had een staartje in. Stond heel schattig. Lente heeft nog niet zulk lang haar. Maar het stond wel heel leuk. Ik zei tegen Nathalie, houdt ze het ook in? Maar ze hield het wel in. En Nathalie vroeger, die hield nooit staartjes in. Dan deed mijn moeder heel leuk staartje in. En dan halverwege was het, zurp, staart eruit. Maar goed, dat. Ik heb een nieuwe Netflix-serie uitgekozen. Dat heet The Stranger. Ik moet zeggen, ik zat er vanaf de eerste aflevering meteen lekker in. Dus ik vond het wel gelijk heel interessant. Het is wel weer een miniserie, maar ik voelde hem gelijk echt ja, gewoon goed. Die app die werkt ook echt super fijn voor die tv-programma's. Het is gewoon fijn dat ik het daar nu in kan opslaan. Ik heb Dr. Tinus gekeken en ik heb uiteraard foto's bewerkt. Dus dat was het verder ook. Ik heb mijn boek uitgelezen, dus vanavond ook weer een nieuw boek uitzoeken. Dus dat. Ik heb een nieuwe trendeditie van Essence binnen. Die wil ik jullie eventjes laten zien. En daarna ga ik aan de gang in de slaapkamer. Dan neem ik jullie mee. Maar ik zal eerst even die producten laten zien. Het is een trendeditie die nog niet in de winkel ligt. Hij is dus van Essence. Ik weet even niet uit mijn hoofd van per wanneer hij in de winkel ligt. Dat zal ik wel eventjes in beeld neerzetten. Want dat moet ik eventjes nakijken. Ik heb hem dus al besteld. Ik vind het zelf heel fijn om het al in voren te hebben. Omdat ik er tegenwoordig video's van maak. En dan kan ik het gewoon iets makkelijker instellen. Ik heb allereerst de highlighter. Het zit nu heel goed verpakt. Daar ben ik heel blij mee. Tijger, zou jij eventjes uit beeld willen alsjeblieft? Het is voor de mensen niet zo fijn dat jij er niet precies in zit. Dit is dus de highlighter. Het is een baked highlighter. Ik ga even een tijgertje van tafel halen hoor. Want zo. Het is dus deze. Het is dus Positive Vibes Only. Dit is de Light Up Your Day. Hij is al dus heel goed verpakt. Daar ben ik blij mee. Dit is deze highlighter. Kijk eens even hoe mooi die eruit ziet. Prachtig. Ik doe hem eventjes terug in het zakje. Want dan kan het gewoon weer in de bak zeg maar. Want ik heb nu eerst weer een andere trendeditie die deze maand komt. Die ga ik dan eerst eventjes doen. Ik heb ook een heel leuk haarklipje. Die vond ik wel heel schattig. Je had ook nog nagels van die plaknagels. Die heb ik niet gekocht. Maar ik vond deze wel heel leuk. Dan heb ik het oogschaduwpaletje. Slide to open. Oh, zo. Oké. Die ziet er zo uit. Maar je moet hem dus sliden om te openen. Maar ik laat hem wel zo, want ik vind het... Zo. Nou ja. Die ziet er dus zo uit en zo van die kant. En dan heb ik nog 3 andere producten. Komt ze er weer naast zitten, jongens? Ja. Het is wel pikantjes. Ik heb hier een lipmasker. Die ziet er zo uit. Die heeft een 01 Time to Smell gekregen. Het oogschaduwpaletje heeft trouwens de naam Today's Gonna Be Amazing gekregen. Ik krijg hem dus alleen niet zo makkelijk dicht, omdat je hem dus echt moet slijden. Maar nou ja, dat maakt op zich niet heel veel uit. Ze hebben er nu wel beter hun best op gedaan. Dan heb ik hier de Color Changing Blush Stick. Die ziet er zo uit. Dat is dus zo'n blush stick. Die ziet er dus nu groen uit.
Maar op je gezicht zou die dus roze worden. Daar ben ik heel benieuwd naar. Deze heeft de naam Roxy Days. Oh, sorry. Rosy Days Ahead. Het is een beetje moeilijk lezen, want ik zit niet echt lekker in het licht. En we hebben hier nog een lip glow. Dit is weer zo eentje die je lippen gaat verkleuren. Hoe deze heet. Ik zal even naar het licht lopen, want dat kan ik echt niet lezen. Keep on Glowing. En die is dus ook weer groen. Kijk, zit een heel leuk glittertje in. En die zou dus ook weer de kleur van je lippen aannemen op van de pH-waarde. Dat is dus even deze collectie. Daar komt ook echt nog een video van online, maar ik weet nog niet wanneer. Ik heb deze nu trouwens besteld bij Parfum Dreams. En ik ben blij dat ze het nu zo hebben verpakt, want dat is echt veel beter. Ik ben er heel blij mee. Ik ga stofzuigen en poetsen, dus ik ga die meenemen. Ik ben klaar. Ik ben helemaal moe. Het was echt nog even pittig. Het ging allemaal even niet zo van een leien dakje. Terwijl mijn dek werd er weer niet in. Ik heb er altijd ruzie mee. Maar goed, het is allemaal weer klaar. Ik heb nu wel een beetje hoofdpijn. Ik heb net ook al even wat water gedronken, want ik had heel erg dorst. Maar alles wat naar boven moest is ook weer naar boven. Zo kattengrit en boodschappen. Dus dat is allemaal prima. De was die draait nog. Ik hoop dat die zo klaar is. Dan kan die de droger in. En ik vind het voor nu wel even mooi. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik dingen terugkijken. Want er is vanavond op tv niet iets wat mij interesseert. Dus ik ga eventjes kijken naar Zeeman Confronteert. En ik wil eventjes Down the Road terugkijken. Ik wil eigenlijk ook nog wel eventjes een spelletje doen, maar even kijken hoe ver ik kom. Ik ga ook genieten van de laatste avond met de gezellige lampjes, want morgen gaan alle kerstspullen de deur uit. En ik ga het wel missen, want ik vind het zo gezellig, die kerstboom op de achtergrond. En ja, het geeft gewoon net wat meer licht in huis. Maar ja, het is natuurlijk een keer een tijd dat het weer opgeruimd moet worden. Dus daar ga ik nog even van genieten. Verder moet ik de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Ga ik mijn Netflix-serie lekker kijken en ga ik weer verder met sleepers. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen en eventjes denk een aspirintje nemen. Want ik heb echt heel erg hoofdpijn. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 7 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteren gekeken naar Zeeman Confronteert. Confronteert allereerst. Het ging over een man die... Ze verdienen zijn geld door mensen dus op te lichten. Hij verkocht vakanties waarvan de mensen dus nooit op vakantie konden. Voetbalkaartjes bood hij aan waarvan mensen dus nooit naar een wedstrijd konden.
En hij ging bij bedrijven apparatuur huren die tenslotte nooit meer terugkwam. Dan belde hij de volgende dag op, kan ik het nog een dagje langer houden? Dat was dan prima. En vervolgens kwam die apparatuur nooit meer terug. Dan was ik wat met de borg. Hij huurde het wel onder zijn eigen naam. Dat was wel heel bijzonder. Hij liet ook gewoon zijn paspoort zien, zijn rijbewijs, dat soort dingen. Nou ja, goed, ze wilden hem natuurlijk gaan confronteren nadat ze onderzoek hadden gedaan, want er waren echt een heleboel slachtoffers. En ze waren een keer heel dichtbij. En ja, toen hebben ze de politie ingeschakeld, want die was eigenlijk ook wel op zoek naar deze man, maar hij stond dus nog ingeschreven op een adres waar hij al lang niet meer woonde. En toen de politie erbij kwam en ze dat huis gingen onderzoeken, was de vogel gevlogen, dus ze konden hem niet meer aanspreken. De politie kon nog niet zo heel veel, want er werd zeg maar vanuit allerlei plaatsen in Nederland, omdat je heel veel plaatsen in Nederland pakt om op te lichten, kwamen al die aangiftes in verschillende steden binnen. Uiteindelijk konden ze hem toch confronteren in Duitsland, maar het nadeel was wel dat ze daar geen politie bij konden hebben, omdat het natuurlijk buitenland is. Nou ja, hij heeft hem wel aangesproken, maar ik heb niet echt het idee dat het effect heeft, want hij heeft nooit meer wat laten weten naar zijn slachtoffers toe. Ik vraag me wel af in hoeverre dit programma echt dingen oplost. Want ik vind het heel interessant om te zien. En ik vind dat Zeeman het ook echt wel heel goed doet. Maar ik heb bij Alberto vaak meer het gevoel dat er ook echt wel wat uitkomt. Dat er echt dingen opgelost worden. En dat heb ik bij dit programma nog niet heel erg meegemaakt. Maar desondanks vind ik het altijd wel interessant om te zien hoe mensen dus gekwikst te werk kunnen gaan. En hoe ze hem aanspreken. Want ik vind het altijd wel knap als je dat durft hoor, als presentator. Mensen aanspreken op dingen die ze doen die niet kunnen. Dus dat. En daarna heb ik even Down the Road teruggekeken. Dat was wel heel leuk ook. Ik vind dat Gordon het heel erg leuk doet met deze mensen. En ja, je kunt zeggen wat je wil over Gordon. Maar dit doet hij echt wel heel erg leuk. Dus dat vond ik echt wel heel erg leuk. Ik heb nog even Fortnite gedaan en ik was eerste geworden. Yes, ik was helemaal blij. Dus ik had een kroontje. Toen heb ik de video in elkaar gezet, de blogpost geschreven. Toen ben ik verder gegaan met mijn Netflix serie die echt super spannend is. En toen ging ik Sleepers kijken en het was al de laatste aflevering. Zit ik er net lekker in? Wordt het net spannend? Is het de laatste aflevering? Er waren dus letterlijk maar 6 en dat had ik dus niet helemaal ingecalculeerd. Er komt wel een tweede seizoen, maar eigenlijk... Ik begon het net een beetje goed te begrijpen en toen was het alweer klaar. Dat vond ik wel jammer. Maar goed, ik ga de kerstspullen opruimen. Dus ik ga jullie meenemen, want het is nu alweer tijd om het op te ruimen. Dus daar ga ik nu eventjes aan beginnen. Dus ja, ik ga de spullen erbij pakken en gaan we opruimen.
huis is weer kaal, jongens. De mooie versiering hier is ook weg, die hier dus hing. Ja, dat is toch wel echt voor de kerst. Nou ja, de boom is weg, dus alles staat weer een beetje zoals het hoorde. Dan heb ik hier gewoon weer mijn stofzuiger, maar ja, de kerstspullen zijn in ieder geval opgeruimd. Zo, klaar. Ben er wel weer. Ik zie ook gelijk wel dat ik hele vieze ramen heb. Die moet ik van de week ook even wassen, want ik zie een afdruk van de ster erop zitten. Ik wist sowieso dat ik ze moet wassen, want ik heb die ster vastgewerkt met een zuignap. Het enige wat nog moet gebeuren zijn de kerstknuffels naar boven. En de stickers moeten nog van het raam, maar dat doe ik morgen wel even, want ik was nu ook wel zat. Ik heb nu best wel veel gedaan. Ik bedoel, ik had weer ruzie met mijn lampjes die in de knoop zaten. Maar verder is alles gewoon in ieder geval weer eraf. Dus nog even snel het stofzuiger doorheen gehaald, even de dweil. Oh ja, en ik moet eventjes de tekst weer veranderen op het lichtbord. Want Merry Christmas kan er nu af. Maar goed, dat zijn nog even nog de kleine klusjes. Dat kan morgen ook nog wel eventjes. Maar in ieder geval, de grootste dingen zijn weer weg. Ik was wel blij dat ik twee boxen had gekocht, want ik had het toch wel nodig dus. Maar dat komt ook, ik heb ervoor gekozen om de kartonnen inleg te gebruiken. Als je dit niet doet, kunnen er misschien nog wel meer ballen in. Maar ik vind het wel fijn als ze echt goed vastzitten, dat ze niet alsnog kapot kunnen gaan. Ook al heb ik het, de meeste ballen zijn wel van kunststof, dus die kunnen sowieso niet snel kapot gaan. Maar ik vond het toch wel fijn om de inleg te gebruiken, dus waren de twee boxen toch wel goed. Op zich is het ook alweer een lekker gevoel dat het nu allemaal weer normaal is. Maar ik mis dan echt wel het lichthoekje, zeg maar, zoals bij het raam. Maar goed, ik ga van de week natuurlijk nog weer nieuwe leuke ballen ga ik ophangen. Ik ga dat schilderijtje ophangen. Die ga ik denk ik in de gang ophangen, want het leek me wel leuk om daar dan ook, omdat daar die licht in zit. Maar goed, dat komt allemaal van de week wel. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond begint weet ik veel en ik ga meedoen. Waarschijnlijk gaat het weer niet zo heel goed, maar dat geeft niet. Ik vind het toch wel weer even leuk om mee te spelen. De droger is klaar, want die was ik gisteren vergeten aan te zetten. Dus die heb ik nog even aangezet. Misschien dat ik nog even wat ga terugkijken. En ik ga sowieso nog eventjes GTA proberen. Mijn Netflix serie kijken. En ik denk eventjes kijken of er nog iets op Videoland staat wat ik wil gaan kijken. Dus dat is de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu even lekker relaxen. Want ik ben er wel even klaar mee nu. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 8 januari. Ik zit even lekker op de bank. Ik heb last van mijn buik, dus even lekker relaxed. Ik ga zo even een stream opzoeken, want de Eredivisie is weer begonnen en Ajax moet straks spelen. Maar het is dus niet op de zender die ik gratis heb, dus dat is een beetje jammer. Had ik ergens wel verwacht. Dus ik hoop dat ik een stream vind. Gisteravond heb ik meegespeeld met weet ik veel. En ik had zowaar een 7. Ik was helemaal trots, want ik ging eigenlijk best wel goed. Had ik eigenlijk niet echt verwacht, want meestal gaat het niet heel fantastisch. Maar gisteren wist ik dus best wel veel, dus dat was heel tof. Dus een 7, ja, ik vond de vragen niet. Sommige waren wel moeilijk, sommige ook totaal niet. Sommige dingen, gokje, die heb je dan goed. Dus nou, ik was tevreden. Ik heb even meester Frank Visser nog teruggekeken tijdens het eten. Het was, hoe is het nu met? Ging hij weer terug naar twee zaken die ze behandeld hebben. Dus dat was ook wel leuk. En ik heb een stukje van zo'n nieuw programma van Kees Stol erop gehad. Was op zich wel grappig, maar ik heb ondertussen ook eventjes GTA gedaan. Ging op zich wel lekker, maar nu heb ik weer een opdracht en werd ik steeds gepakt door de politie. Dus daar moet ik vanavond maar weer eventjes mee verder gaan. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte klaar. Ik heb een Netflix-serie gekeken die zo spannend is. Die krijgt steeds vreemdere vormen, maar ik hou er wel van. Ik vind het echt een aanrader. Het is dus The Stranger. Het is dus een miniserie. Ik krijg een melding binnen van nu. Even kijken, wat is dat? Oh, het gaat niet zo goed. PSV heeft gisteren punten laten liggen. Feyenoord nu ook. Dus nou is het een eigen taak om de punten wel te pakken. Maar goed. En ik ben op Videoland ben ik beginnen te kijken met niks te melden. Op zich wel grappig. Ja, een soort grappig programma van een half uurtje. Niet een heel hoogstaande serie, maar ik vond het op zich wel grappig. Dus dat was het ook. Ik ga wel even de groenten afhalen en dat soort dingen. En even foto's maken, maar verder niet zoveel. Even lekker een beetje rustig aan, daar heb ik ook wel zin in. Dus wel even nog goed stofzuigen. Want ik had gisteren natuurlijk wel gestofzuigd nadat de kerstspullen opgeruimd waren. Maar ik zie hier en daar nog wel weer wat liggen. En ik stofzuig sowieso elke dag.
Ik ga even op zoek naar stream en dan zal ik straks even de fotospullen laten zien. Ajax leidt inmiddels met 1-0, dus dat is tof. Ik heb de fotospullen gepakt, dus die ga ik eventjes laten zien. Ik heb hier allereerst een Rich Feeling Base Coat van Max & More. Daar ben ik wel benieuwd naar of dat een beetje goed blijft zitten onder de nagellak. Twee mascara's van Catrice. Dit zijn de Pure Volume mascara in, mascara's in de gewone variant en de waterproof variant. Dus dat zijn deze. En de trend editie van Essence Mist Everyday is a Mystery. En hier komt ook een losse video nog van online. Dit is dus allereerst het oogschaduw en eyeliner paletten. Dan heb ik hier twee lip producten. Volgens mij zijn het gewoon glossjes. Ja, zie. Lipgloss met een soft shimmer en high shine finish. Dus die. En ik heb dan de PH Reacting Blush Stick. Dus hier ga ik nu even foto's van maken en ondertussen nog eventjes verder eigenlijk kijken. Maar het is nu rust. Nou, alles klaar. Ik heb de katten net eten gegeven. Die hebben lekker hun eten op. Ajax is afgelopen. Ook Ajax heeft punten verspeeld, want het is gelijk geworden. Ik dacht eigenlijk dat de andere clubs verloren hadden, maar die hadden ook gelijk gespeeld. Dus wij hebben ook maar 1 punt. Ging echt lange tijd goed. We speelden ook best wel goed, maar ja, het werd toch gelijk gespeeld helaas. Maar ja, het is niet anders. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Ik heb nog best wel het een en het ander kunnen doen, dus dat is wel fijn. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik even wat dingen terugkijken. Ik wil eigenlijk denk ik nog even zo'n moorddossier kijken en sowieso even je huis op orde. Ik wil dus nog eventjes GTA verder spelen. En vanavond om 10 uur heb je weer Alberto op de Bres. Tegen me op de Bres heet het volgens mij. Ik wil mijn nagels doen. Ik ga mijn foto's bewerken. En dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. En weer verder met Dr. Tinus. Dus dat is het dan ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu eventjes lekker relaxen, want ik heb echt last van mijn buik en toch nog best wel druk geweest. Dus nou ja, prima. Ik zou bij deze dus zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 9 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik had net even ruzie met mijn ketting. Er zat een knoopje en die moet er even tussenuit. Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan, maar ze zijn al heel erg beschadigd. Dus ik denk dat ik het vanavond even opnieuw doe. Ik had er een base coat onder gedaan, maar dat ging niet. Er was dus dit lakje van Essence. Kleur 84 Here Is On. Maar hij is dus al heel erg beschadigd. Ik heb gisteravond het moorddossier gekeken en ik was heel erg verbaasd. Dit ging over de gifmoorden. Het ging over een koppel. Waren getrouwd, hadden ook al kinderen uit een eerder huwelijk. Zij was haar man verloren en toen leerden ze deze man kennen. Ze waren christelijk, dus ze hadden elkaar ontmoet op een christelijke datingsite. Zij werkte in de zorg. Zij zorgde voor terminale mensen. Maar ze nam dus ook regelmatig medicatie mee naar huis. Dus op een gegeven moment is er ook eigenlijk al een keer gekscherend gezegd. Nou, als ik er een keer niet meer ben, dan weet je waar je zoeken moet. Want ze nam gewoon medicatie mee naar huis. Ja, waarom ze deed, niemand wist het. Die man gaat zijn hondje uitlaten, drinkt een yoghurtdrankje en eigenlijk wordt hij direct niet goed. Een paar uur later is hij overleden. Zij was ook totaal niet ontdaan. Tweede man die ze verloor. 2 maanden later had ze via dezelfde christelijke datingsite alweer een andere man gevonden. Daar zou ze ook weer mee gaan trouwen en samenwonen. Maar ze konden nog niet bij elkaar wonen, want hij had nog een huis met zijn ex en dat was allemaal een beetje gedoe. Dus wat dacht zij? Ik help de boel een handje om die man bij me in huis te krijgen. Ik steek dat huis in de fik. Nou ja, daar is ze uiteindelijk toen, toen is ze gepakt. Want mensen hadden haar dat zien doen. En toen heeft de politie onderzoek gedaan. En vond inderdaad allerlei brandbare spullen die gebruikt waren om dat huis in de fik te steken. Dus daar werd ze eigenlijk al voor opgepakt. Ze was ook opgepakt voor fraude, want ze had dus ook verzekering opgelicht. Nadat die mannen overleden was, kreeg zij dus 2 flinke bedragen op haar rekening, maar de mannen hadden nooit die handtekening gezet. Het vreemde was ook dat zij dus al een rouwboeket had besteld terwijl haar man nog leefde.
Maar de dokter had het afgedaan als een natuurlijke dood. Want er was zo'n verklaring waarin stond dat ze niet wilde dat er dus in deze mensen gesneden werd. Of in ieder geval een autopsie gedaan werd. Omdat ze dus waarschijnlijk ook gelovig waren. Maar of zij ook deze verklaring in elkaar had gezet, dat weet ik dus niet. Of dat zij die handtekeningen had vervalst. Uiteindelijk omdat haar eigen vader en de dochters van de overleden man eigenlijk toch wel vraagtekens hadden bij zijn dood, omdat ze zoiets hadden, het was zo'n gezonde man, hoe kan hij dan spontaan overlijden, hebben ze toch deze man weer opgegraven en onderzoek gedaan en bleek inderdaad dat hij een dodelijke combinatie aan medicatie in zich had. Ja, helemaal bewijzen of zij dit had gedaan was lastig, maar uiteindelijk is ze daar wel voor veroordeeld. Ze hebben ook haar eerste man nog opgegraven, maar dat was te lang geleden, want er was gewoon niks meer van over om onderzoek naar te doen. Maar dat vond ik wel heel heftig, weet je. Normaal gesproken, als een huwelijk niet meer gaat, dan zeg je nou, we gaan scheiden. Maar ja, als mensen gelovig zijn, dan kan dat natuurlijk niet, want je belooft voor God dat je tot de dood je scheid bij elkaar houdt. En het enige manier om dan van iemand af te komen is als die overlijdt. Vond ik best wel heftig. Ik heb even je huis op orde gekeken, was ook wel weer mooi. Alberto heb ik eventjes gekeken, Stegeman op de Bres moet ik zeggen. Ik heb nog eventjes GTA gedaan, op zich ging het wel lekker, maar daarna kwam ik er dus niet meer doorheen. Ik heb de foto's bewerkt, ik moet nog even twee nieuwe maken. Toen heb ik mijn Netflix serie gekeken en Dr. Tinus. Ik heb het nu wel koud, dus ik ga nu in ieder geval eventjes de kattenbakken doen, de gang en de douche en ik moet nog even een was opvouwen. Dus tijd om eventjes wat te gaan doen. Dus ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. Ik had trouwens gisteren ook nog even video gebeld met mijn moeder Nathalie en Lente. Lente die had een Boomba muts op, super schattig. Die was helemaal in Boomba stijl, want die was naar een show geweest. En die zat van die, soort van leken muisvingertjes, maar ik denk dat het iets anders is. Die zat ze te eten, dus toen wou ze Nathalie erin geven. Ja, ze zei Nathalie, maar ik hoef niet. Toen wou ze mijn moeder erin geven. Nee, ik hoef ook niet zo'n moeder. Eentje, Lente. Nou goed, mijn moeder nam er eentje. Toen ging ze mij er ook een aan door de telefoon zo geven. Ik zei zo, hap, hap, hap. Ik vind het zo helemaal grappig als je dat doet. Dus nou, was wel even super leuk om zo ook weer eventjes de video bellen. Dus het was echt super leuk. Wat ik schoon wilde hebben is schoon. Ik heb alleen een beetje kriebel aan mijn neus. Maar omdat de temperaturen zo zacht zijn, hebben we alweer last van hooikoorts. Een middagje schoonmaken. Doe dit met je nagels, dus met de base coat eronder. Dus ik ga het straks even opnieuw doen vanavond en onder de base coat. Want door die handschoenen slijt het ook wel. Maar ja goed, anders krijg ik heel erg eczeem. Was is lekker. Wat ik op kon vouwen is opgevouwen. Er hangt nog wat op het rek, maar dat is nog niet helemaal droog. Dus dat is wel heel lekker dat dat weer klaar is. Ligt ook alweer op zijn plek. De kattenbakken zijn lekker schoon. De douche is schoon. De gang is schoon. Ik vond het nou ook wel even extra lekker om weer te gaan stofzuigen. Omdat ik natuurlijk van het weekend die kerstbomen naar boven heb gedaan. Ondanks dat je de nep kerstboom hebt, merk je toch wel dat je gewoon nog naaldjes hebt. Ook al, die vallen een beetje uit. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Eten maken. Vanavond ga ik even nieuw Amsterdam kijken en ik denk nog even een spelletje doen. Ik wil nog even een extra video van morgen in elkaar zetten. Daar was al een tijdje geleden over om gevraagd. Die ga ik even in elkaar zetten. Blogpost schrijven. Ik moet nog even die twee foto's dus doen. Ga ik straks eerst eventjes doen. Een Netflix serie verder kijken. Super spannend. Daar heb ik weer heel veel zin in. En daarna gewoon weer Dr. Tinus. Dus dat wordt het verder ook.
Niet bijzonder, maar nu in ieder geval nog eventjes lekker relaxen. En dan ga ik jullie bij deze ook gewoon morgen zien. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 10 januari. Ik ben klaargemaakt. En ik heb mezelf even een doel gesteld omtrent kleding. Ik wil mezelf namelijk weer wat leuker gaan kleden. Ik merk de laatste maanden dat ik vooral in truien heb geleefd. Want het was dan weer koud. En dan dacht ik, oh lekker, ik doe een warme trui aan. En dat zat dan ook wel heel lekker. Maar het staat niet per definitie altijd leuk. Ik voel mezelf op een gegeven moment een beetje slonzig overkomen of zo. Zo voelde het voor mij. En dan denk ik, ja, je hebt eigenlijk een kledingkast vol met hele leuke kleding. Dus ga ook gewoon weer eens wat meer combinaties maken. Dus dat is eigenlijk het doel waar ik de komende tijd een beetje mee bezig wil zijn. Dat betekent niet dat je me absoluut niet meer in een trui zult gaan zien. Want ik ga zeker nog wat truien dragen. Maar ik probeer dus een beetje motivatie te vinden om me weer wat gezelliger aan te kleden. Ik heb nu bijvoorbeeld een blazertje aan met een leuk watervalhemdje eronder. Hartstikke leuk. Het is niet dat ik het nu per se heel warm heb. Ik weet eigenlijk niet hoeveel graden het hier is. Ik zal even kijken. Ja, 16,5. Dus op zich is dat ook logisch dat het niet heel warm is. Maar ik wil dus die motivatie weer een beetje meer proberen te vinden. Dus ja, dat is een doel waar ik eventjes mee bezig wil zijn. Ik heb gisteravond even Nieuw Amsterdam gekeken. Hele leuke uitzending ook weer. Ik vind het gewoon altijd heel spannend en leuk. Ik heb daarna nog even Fortnite gedaan. Nu ging het weer niet zo lekker, maar dat zullen we altijd zien. Dan word je een keer eerst en kan het weer maanden duren voor me dat weer een keertje lukt als ik alleen speel. Als ik meestal met een groep speel, dan lukt het makkelijker omdat die gewoon best wel goed zijn. Nou, toen heb ik de video in elkaar gezet, die staat inmiddels online. En daar heb ik eventjes op mijn blogpost geschreven. Ik heb mijn nagels even opnieuw gedaan, want die waren natuurlijk heel lelijk geworden. En ik heb ook weer een deukje in mijn nagel, zag ik. Maar dat kan ik denk ik niet zo heel goed laten zien. Hij zit op deze nagel, maar ik denk niet dat hij dat scherp stelt. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie en ik zat er zo lekker in. Het was zo spannend en toen was het natuurlijk afgelopen. Zul je altijd zien, dus vanavond weer verder. En daarna weer Dr. Tienes, dus dat was het ook. Lekker mijn boek eventjes gelezen. Ik moet zo eventjes boven de dweil er doorheen trekken, want ik had gisteren even een ongelukje. Ik had vorige maand, bij Lidl heb je zo'n spa-meter en dan krijg je dus een gratis product bij je zo als je zoveel euro hebt besteed. Nou, vorige maand was het best wel een dure maand, ook qua boodschappen. En toen kreeg ik een potje gratis appelstroop en ik dacht, nou ik neem het wel mee, dan kan ik die wel aan Nathalie geven voor Lente, want Lente vindt dat heel lekker. Maar daar ben ik per ongeluk gisteren op gaan staan en dat is van karton, dus dat was kapot, dus sorry Nathalie, geen appelstroop voor Lente, want ik heb hem weg moeten gooien. Maar dat kwam dus allemaal op de vloer. Toen heb ik dat wel schoongemaakt en ook eventjes met Dusty ingespreid. Maar ik zag nu nog wat piekplekken, dus ik ga even de dweil er doorheen halen. Ik ga zo even een video opnemen voor zaterdag. Daarna nog even Diamond Paint. Maar ik heb nog eventjes wat dingen gefilmd zondag toen ik de kerstspullen aan het weghalen was. Dus dat zal ik jullie eventjes laten zien. Want ja, alles is inmiddels weer weg. Dus ja, dat ga ik jullie laten zien. Ik ga dus nu even stofzuigen en dan ga ik eventjes een video opnemen. Dus ja, tijd om even aan de gang te gaan.
Zo, ik ben weer klaar. De katjes hebben net lekker hun zachte voer op. Merk wel weer dat de brokjes in de bak dus weer wat kleiner worden. Dus stijgertjes weer op het moment dat ze alles eruit banjert, zeg maar. Kom maar, Mickey. Ik weet niet waarom Mickey nu mauwt, want ze heeft net eten gehad. Maar goed, dat heb je soms. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Ik heb het koud, dus ik heb even de verwarming een tikje aangeraamd. Ik had nu wel echt heel fris. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is het weer tijd voor Married at First Sight. Ik wil ook nog eventjes even Fortnite doen. Ik ga de vlog afmaken en mijn foto's bewerken. Dus dat in ieder geval. Dan ga ik daarna lekker verder met de Netflix-serie. Daar heb ik nu heel veel zin in, omdat het zo spannend eindigde. En weer Dr. Tienes kijken en lekker mijn boek lezen. Dus dat wordt verder ook de avond. Dus niet heel spectaculair, maar gewoon lekker relaxed. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!